Hij werkt voor bedrijven als Netflix, Heineken en Booking.com. En met 14 miljoen euro groeigeld in de oorlogskas is hij klaar om Amerika te veroveren. We praten vandaag over het vinden van talent en de invloed van artificial intelligence op ons werk van morgen. Mijn gast vandaag, oprichter van Harvard, Barend Graaf. Barend, welkom. Leuker te zijn. Allereerst, je zou ooit een keer gezegd hebben dat een cv enkel nog geschikt is als wc-papier. Ja, dat klopt. Ja, we hebben dat in de tijd inderdaad letterlijk gemaakt door tijdens een grote beurs in Las Vegas alle toiletrollen op alle wc's te vervangen door rollen wc-papier waar cv's op geprint stonden. Iedereen vond het heel grappig, behalve de mensen die verantwoordelijk waren voor de toiletten, want ze bleken niet op te lossen. Dus we leidden nogal tot wat verstoppingen. Maar in principe, ja, inderdaad. Wat voor beurs was dat in vredesnaam? Dat was een callcenterbeurs in Las Vegas, in een van die hele grote hotels. Ja. Met aardig wat toiletten. En je had al die toiletten had je voorzien van je wc, van je cv. Ja. Wc-rollen. Ja, het was een kleine guerrilla-actie die in ieder geval een hoop aandacht heeft opgeleverd. Ik bedoel, je hebt het er nu nog over. Ja. Dus laten we het maar succesvol noemen. Vind je het ook echt? Nou, het is natuurlijk een beetje gechargeerd. Alleen wanneer het gaat om echt prekwalificatie van sollicitanten, dan denken wij in ieder geval dat je ver voorbij het cv moet kijken. Mm-hmm. En een cv is natuurlijk nog altijd heel erg interessant om te bestuderen en als leidraad in bijvoorbeeld gesprekken met sollicitanten. Ja, want je zegt al prekwalificatie. Wat is precies prekwalificatie? Ja, of preselectie. Ja, als je als onderneming sollicitanten binnenkrijgt, moet je natuurlijk beoordelen met wie ga ik een traject in en met wie niet. Het liefst zou je natuurlijk met alle sollicitanten gesprekken van uren voeren om ze echt allemaal persoonlijk te leren kennen. Maar dat is helaas niet haalbaar. En ja, hoe kom je dan tot een besluit? Hoe besluit je dan met deze persoon ga ik wel verder en deze drie niet? Nou, dat is prekwalificatie en dat is waar Harvard een grote rol in speelt voor onze klanten. De meeste bedrijven worden opgericht uit een soort persoonlijke frustratie. Je komt iets tegen in je dagelijks werk. Ja. Je denkt, dit moet beter, dit kan beter. Ja. Was dit bij jou ook zo? Ja, ik word mijn hele leven al afgewezen. Ik moet een tool hebben die altijd doorheen kan komen. Ik moet de realiteit gaan buigen. Nee, wel frustratie. Niet voor mij persoonlijk, maar wel. Je werkte niet in de HR of zo, dat je elke dag duizenden cv's moest. Nee. Dat heb ik niet meegemaakt. Nee, ik had een ander bedrijf hiervoor. En wij leverden digitale innovatieve oplossingen aan andere bedrijven. Mm-hmm. En ik werd op een gegeven moment benaderd met het vraagstuk van een nieuwe CEO van een groot callcenter. Die zei, joh, ik neem elk jaar ongeveer 1000 mensen aan. En een groot deel van die mensen, die vertrekt alweer na een aantal maanden. En iedereen zegt me dat dat normaal is en dat dat zo hoort in onze industrie. Maar waar ligt dat nou aan? En kunnen we dat nou niet op een andere manier beter doen? Dus ja, daar zat echt wel frustratie. En dan ga je je in het onderwerp verdiepen. Ja. Hij praat met recruiters en vraagt, joh, hoe zit jouw leven dan uit? Hè? Wat doe je nou op zo'n dag? En dan komt er ook wat frustratie naar boven. Ja, LinkedIn. Tenslotte ga je natuurlijk met sollicitanten praten. Mensen die aangenomen zijn, mensen die afgewezen zijn. Ja, en dan blijkt dat er ook een hoop pijn zit. Omdat het proces niet efficiënt is, een hoop tijd kost en heel vaak als oneerlijk wordt beschouwd. En er uiteindelijk mensen worden aangenomen die toch niet de juiste fit blijken te zijn. Dus als je dan zegt, is dat frustratie? Ja, dat was een hoop frustratie en daar hebben we zeker een stap voorwaarts. Precies, maar je had het niet bij jezelf in elk geval. Dat je dit persoonlijk raakte. Nee. Ja, ik vond het, als je met mensen spreekt die hierdoor geraakt worden, dan raak je dat natuurlijk wel. Maar ik heb geen mooi verhaal voor je hoe ik ooit gesolliciteerd heb en afgewezen ben. Nee. Maar waar begin je dan? Want je had niet zo heel veel kennis nog van die recruitmentmarkt. Hoe selecteer je nou mensen? Je had vast mensen aangenomen voor je eigen bedrijf, maar misschien wat meer op gut feeling. Dus waar begin je dan als je daar een softwareoplossing voor moet gaan maken? Nou, ik werkte toen al met dat andere bedrijf een jaar of 5 voor Randstad. Dus zo had ik wel wat inzicht in hoe recruitment werkt. En we hadden ook een klant, dat was P-Company. Een redelijk bekend assessmentbureau in Nederland. Dus er waren al wat puzzelstukjes die ik bij elkaar kon leggen. Maar we zijn toen met een team mensen zijn we echt die wereld ingedoken. En zijn we allereerst gewoon onderzoek gaan doen van waarom gaat het nou fout? En van daaruit hebben we een concept bedacht. Wat kwam uit het onderzoek? Waar ging het fout? Nou, heel hoog over 2 zaken. 1, sollicitanten hebben niet altijd een juist beeld van een organisatie. Dus als je tegenwoordig functieomschrijvingen leest, plakt er een ander merk boven en dat klopt ook weer. Hè? Jong en dynamisch bedrijf zoekt innovatieve teamplayers die een verschil willen maken. Ja. Maar wat zegt dat dan? Ja. Dus waar kom ik nou echt terecht straks en wat moet ik dan elke dag gaan doen? Wat is het werk? De sollicitanten begrijpen niet wat het werk inhoudt. Dat is 1. En het tweede is, er worden besluiten genomen op basis van data die niet voorspellend is voor succes. Dus als je trainee wordt bij een groot bedrijf, je hebt een universiteit afgerond. Ja, dat hebben ze allemaal. En je hebt nog wat extra activiteiten gedaan. Ja, dat hebben ze ook allemaal. Dus waar ga je naar kijken? Dus die 2 gegevens, hè, dat een sollicitant eigenlijk niet weet waar hij echt solliciteert.
en dan een recruiter moet werken met data die niet voorspellend is voor succes. Ja, die combinatie die maakt dat er verkeerde besluiten genomen worden. En ik denk het laatste aspect is dat de leercycle eigenlijk niet bestaat of niet bestond. Dus je neemt iemand aan en je zou natuurlijk na 2 jaar kunnen kijken, was het succesvol? Ja. Is die persoon die er nog? Is die gelukkig? Is die succesvol? En kunnen we dat dan terugplotten op de oorspronkelijke hiring decision? Alleen omdat bij organisaties die disciplines verzeild zijn, dus de business en recruitment best wel aparte eilanden zijn, werd die loop niet geclosed. Nou, en die 3 elementen die hebben wij met Harvard opgelost. Ja, preselectie, we hadden het er al even over. Ja. Hoe werkt het bij jullie in de praktijk? Hoe werken jullie software? Ja, nou, onze software is een online platform waarmee bedrijven sollicitatieervaringen opbouwen. Daarmee doen we 2 dingen. In deze sollicitatieervaring kan je je sollicitanten een echt beeld van je bedrijf geven. Daarvoor kan je video gebruiken, tekst, foto's, gaming. Dus je kan allerlei elementen inzetten die meer laten zien dan jong en dynamisch bedrijf doet. Dat is een beetje de voorkant. Dat is probleem 1. En probleem 2, terwijl sollicitanten door deze experience heen gaan, kan je data gaan verzamelen die wel voorspellend is voor succes. En dat hangt natuurlijk heel erg van de rol af. Maar denk aan zaken als je persoonlijkheid, cultural match, intelligentie, maar ook praktische zaken. Hè? Ben je goed in talen? Ben je goed in typen? Kan je goed met computers omgaan? Nou, dat dataprofiel, dat wordt door ons verwerkt door middels van algoritmes. En dat vertalen we door tot een matching score, waarmee een recruiter beter inzicht krijgt. Ja, deze sollicitant, wat is de kans dat hij het gaat redden bij ons of niet? Maar het lijken allemaal factoren te zijn die best wel door mensen beoordeeld kan worden, maar wat me lastiger lijkt om door computers te laten doen. Een persoonlijkheid bijvoorbeeld. Ja. Ja, het is een combinatie. Dus er zijn in het verleden al heel veel studies gedaan naar zaken die voorspellend zijn voor succes op de werkvloers. Daar zijn natuurlijk allerlei assessmentbureaus uit ontstaan. Ja. Dus daar leunen wij op. We leunen ook op wat wij noemen de subject matters experts. Dus inderdaad mensen die dit soort profielen kunnen lezen als persoon vanuit hun eigen expertise. En we closen die loop waar ik het net over had. Dus als door ons systeem mensen worden aangenomen, dan volgen we die mensen in hun werkzame leven. Waardoor we continu data terugkrijgen of iemand nog steeds succesvol is of niet. En op basis daarvan kan je gaan kijken, en daarvoor heb je wel echt machines nodig, dat kunnen mensen niet. Althans, dat zou heel arbeidsintensief zijn. Kan je kijken welke van de zaken die wij aan de voorkant meten meest voorspellend zijn voor succes als mensen eenmaal beginnen. Dus het is een combinatie tussen technologie en mensen. Heb je ook niet het gevaar dat het een heel erg eenheidsworst wordt? Als je allemaal een groepje mensen hier ziet, die zijn allemaal succesvol, die zijn blij, die gedijen goed in het bedrijf. Ja. Dat soort mensen, dat gaan we weer erbij hebben. Ja. Diversiteit is natuurlijk ook een ding extreem in belangrijk. Organisaties. Ja, dus daar moet je 2 dingen voor doen, denk ik. 1 is, succes is niet 1. Succes is niet 1 ding. Hè. Je kan succesvol zijn omdat je heel goed in het team landt. Je kan succesvol zijn omdat je je werk heel erg goed kan doen. Dus wij kunnen meerdere vormen van succes terug aan het systeem geven. En daardoor kan het dus ontstaan dat je verschillende profielen krijgt. We gebruiken het voorbeeld altijd in klantcontactomgevingen. Ja, heb je soms verschillende type klantcontact. En iemand kan heel goed in het ene zijn, maar niet in het andere. Daarmee wordt het geen eenheidsworst. Maar bij wat voor functies werkt het systeem dan goed? Want ik kan me voorstellen dat het misschien voor die callcenter-medewerkers heel goed te matchen is. Ja. Maar voor een CFO bij een grote corporate, dat het daarbij toch wat moeilijker is om de juiste match te vinden. Ja, en je ziet ook dat hoe beter een systeem in staat is match te doen, hè, dat heeft vaak te maken met bijvoorbeeld volume, kan je genoeg data verzamelen om een gevalideerde uitspraak te doen. Hoe meer volume er is, hoe beter een systeem het kan doen. En je ziet ook als je een nieuwe CFO zoekt voor een bedrijf, dat er dan ook heel veel tijd in elke sollicitant gestopt kan worden en dat het meer een human touch approach. Ja, precies. Dus voor de grotere, de high volumes, is dit gewoon een hele goede eerste slag om te slaan. Ja, en bij de low volumes is het zo dat je nog steeds sollicitanten in ieder geval een goed beeld van het werk kan geven en dat je inzichten krijgt die je als mens weer kan helpen om daarna het gesprek aan te gaan. Is er ook niet het gevaar dat door die preselectie sommige mensen altijd door de mand vallen, altijd nooit zeg maar weer aan tafel komen ergens, omdat ze ergens in een van die voortrajectdingen gewoon best wel slecht naar voren komen? Nee, want er is niet 1 profiel. Het is ook niet zo dat je het is natuurlijk niet zo als je door zo'n proces heen gaat dat je als mens wordt afgewezen. Mm-hmm. Dus de match met die specifieke functie. En wat je ook ziet is als je daar dan aan voorbij gaat en die mensen toch aanneemt, als ze dan na 3 maanden ongelukkig uitstromen, dan wordt er ook niemand beter van. Nee, precies. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn met bijvoorbeeld een taalachterstand of die moeite hebben met taal, maar het wel heel gaaf vinden om
één op één met mensen te werken. Ja. Dat als je het in het proces een taaltest moet doen, of dat wordt bijgehouden, ja, en je wordt elke keer afgewezen. Ja. Hè, niet alleen bij jullie, maar misschien in de toekomst dat het overal gaat gebeuren. Ja. Dat wel een gevaar oplevert dat, ja, sommige mensen altijd buiten de boot vallen. Nou, wij kijken echt of iets wat wij meten relevant is voor het werk. Dus als jij op een supportdesk moet gaan werken, of je moet in een zakelijke omgeving als trainee gaan werken, en het is belangrijk dat jij Engels zakelijk goed kan communiceren. Als je dat niet kan, ja, dan word je daarop afgewezen. Maar dan is het ook terecht, want dan had je het werk ook niet kunnen doen later na. Dus waar wij voor zorgen is dat degene waar we naar kijken aan de voorkant, dat het ook echt relevant is aan de achterkant. En het kan dus ook zo zijn dat, ja, het systeem jou ongeschikt acht om in een internationale omgeving te werken. Maar dat je hetzelfde type werk perfect bij een Nederlands bedrijf zou kunnen doen. Krijg je ook feedback waarom je wordt afgewezen? Ja, elke sollicitant krijgt een persoonlijk rapport. En ja, daarin geven we aan waar die goed in gescoord heeft en eventueel waar die minder goed in gescoord heeft. En ik denk het leuke bij Harvard is, wij hebben een 24/7 helpdesk. Dus als sollicitanten er vragen over hebben, kunnen ze ons altijd bellen. Ons doel is. Gebeurt dat veel? Ja, het gebeurt dagelijks. Ja. Dus het is niet zo dat elke sollicitant die afgewezen wordt ons belt, want dan zou het niet meer kunnen. Ik kan me voorstellen. Maar wat voor vragen krijg je daar dan? Dat kan van alles zijn. Soms hebben ze vragen over het systeem, hoe het überhaupt werkt. Mm-hmm. En soms hebben ze een rapport gekregen en willen ze daar iets over weten. Dus dat gaat heel breed. Voor ons is het belangrijk dat wij intern sollicitanten uiteindelijk ook als klanten zien. Dus wij willen dat die recruiter en het bedrijf een goede ervaring heeft, omdat ze goede mensen aan kunnen nemen. Maar die sollicitant moet aan het einde ook denken, dit was een eerlijk en goed sollicitatieproces. Ja. Dat is een heel belangrijke reden dat veel partijen, vooral de grotere consumer brands, voor Harvard kiezen. Zij zeggen, ja, onze sollicitanten zijn ook onze klanten. Dus als jij solliciteert bij Booking, dan zal je ook je hotel kunnen boeken bij Booking.com. Dus je wil die mensen een eerlijk en goed proces aanbieden. Ja, dat, als ze het gevoel krijgen dat ze genaaid worden door een of ander computersysteem, dan ga je gewoon straalt het negatief af op je merk. Exact. Dus dat wil je voorkomen. En als je dat dan weer vergelijkt met een traditioneel proces. Ja, we zijn natuurlijk allemaal gewend om op basis van cv's afgewezen te worden. En ja, daar worden dus ook weinig vragen bij gesteld. Maar als je er echt even wat dieper over nadenkt, hè, je bent een recruiter en je kijkt naar een cv en daar zijn onderzoeken naar gedaan. Hè. Gemiddeld kijken ze er 6 of 7 seconden naar. En dan wordt er al een keuze gemaakt. Er is ook onderzoek al gedaan dat als je een cv 's ochtends bekeken wordt door een recruiter, de kans groter is dat je aangenomen wordt dan wanneer die 's middags bekeken wordt. Dus daar zit zoveel unfairness en met name discriminatie. Het is in Nederland gewoon een feit dat als je 2 cv's uit gaat sturen, het ene cv heet Mohamed en het andere heet Jan, dan heeft die Jan een 3 keer zo grote kans om uitgenodigd te worden. Dus er zit zoveel unfairness in het traditionele proces. Ja, dat het overstappen naar Harvard een enorme stap voorwaarts is naar een eerlijkere beoordeling van elke sollicitant. Moeten we misschien ook gewoon toe in Nederland anoniem solliciteren? Ja, ons platform faciliteert dat. Van de ene kant ben ik daar een groot voorstander van, hè? Dat je, ja, het eigenlijk al onmogelijk maakt om te discrimineren aan het begin. Het gegeven is natuurlijk dat als je iemand daarna het proces op interview krijgt, ja, dan is het weinig, dan kan je niks meer verhullen. Dan zit daar gewoon iemand met een bepaalde etnische achtergrond. Ja. Dus waar wij in Harvard meer in geloven dan anonimiseren. Dus wij kunnen anonimiseren, wij kunnen namen blurren. Mm-hmm. Maar wat wij proberen is er data overheen te leggen die wel feitelijk is. Dus als wij kunnen zeggen, joh, je ziet de naam wel. Het is gewoon een Ahmed of een Mohamed. Maar wij plaatsen de data overheen. Waardoor je kan zien dat het gewoon een topkandidaat is. Ja, we denken dat we dan fundamentele zaken oplossen dan een naampje weg te veden. Een van de grote dingen tegenwoordig is bij veel bedrijven is de bedrijfscultuur. Ja. Bedrijfscultuur is belangrijk, want een betere cultuur zorgt voor meer kansen op groei. Hè, en overlevingskansen voor de toekomst. Je hebt ook de bedrijfscultuur verwerkt in je software. Maar dat lijkt me ontzettend lastig om te doen. Hoe werkt dat? Ja, dat is ook een heel ingewikkeld. Wat best wel moeilijk te kwantificeren is natuurlijk. Precies. Dus wij werken met een aantal externe partijen die hier tests voor ontwikkeld heeft. Mm-hmm. Eén is de Hexaco, andere OCAI. Daarmee kunnen wij profielen in kaart brengen van zittende mensen op het gebied van cultuur. En die afzetten ten opzichte van een gelijksoortig profiel van de sollicitant. Dus dat is één aspect. Maar een ander belangrijk aspect is dat je door zo'n sollicitatieervaring als bedrijf ook je cultuur beter kan etaleren. We hadden het net al even over dat jobprofile waarin staat een jonge dynamisch bedrijf zoekt. Als je daadwerkelijk laat zien hoe je bedrijf eruit ziet, hè, al die tastbare aspecten zoals de werkplek, de kantine, misschien wel beelden van je bedrijfsfeestje, wat doen jullie op vrijdagmiddag? Als je dat soort zaken gewoon echt letterlijk kan etaleren, zorg je ook voor een match. Die is dan niet volledig bedrijfsgedreven, maar voor de sollicitant is het natuurlijk net zo belangrijk. Kom ik terecht bij een werkgever, mm-hmm, die weer bij mij past?
Dus er zijn meerdere manieren om dat terug te laten komen in zo'n experience. Je hebt veel groeikapitaal opgehaald. 14 miljoen euro in totaal. Onder meer bij Inside Venture Partners. Grote partijen uit New York. Ja. Waarom heb je gekozen voor een Amerikaanse VC en niet eentje hier in Nederland? We hebben toen wij begonnen met fundraisen een hele hoop partijen gesproken. Zowel in Nederland als Duitsland, Engeland en in de US. Nou, uiteindelijk hebben we specifiek voor Insight gekozen omdat het in de US op het gebied van SaaS, de software as a service, een van de grootste fondsen is. Hè. Ze hebben 20 miljard in beheer. Mm-hmm. Dat betekent dat als je vervolgrondes nodig hebt om nog verder door te groeien. Dat niet zo'n groot probleem? Er is absoluut ruimte voor. Ik geloof dat ze van de 8 IPO's die dit jaar zijn plaatsgevonden in de US, op ons domein er 6 vanuit Insight gedaan zijn. Dus je ziet ook dat ze echt die stappen tot het laatste punt kunnen doorzetten. Maar nog belangrijker is, er zit daar een enorme expertise. Dus zij hebben ze noemen dat het Insight Team. Zij hebben daar 50 experts zitten op allerlei domeinen. Sales, finance, product, technology. En hun enige taak is de bedrijven waarin zij investeren verder helpen. Dus je kan tappen in een enorme kennisbank. En tenslotte is Amerika voor ons gewoon een belangrijke markt. Hè. Dus onze hoofdmarkten zijn Nederland /Europa en de US. En dan is het natuurlijk ook heel handig om een partij te hebben die op boots on the ground heeft. Ja, je ziet natuurlijk dat veel bedrijven in Nederland eerst gaan kijken naar groei hier in Europa. Ja. Misschien een stukje Duitsland, België, Denemarken, UK. Maar jullie hebben heel erg die focus op Amerika gelegd. Ook een kantoor daar. Waarom denk je dat Amerika de holy grail wordt voor Harvard? Waarom denk je dat het haalbaar is überhaupt? Ja. Nou, we groeien ook in de rest van Europa. Dus we zijn actief, ik denk, in een 20-tal landen nu. Mm-hmm. Alleen we hebben gekozen om een kantoor in Amerika te openen. Omdat Amerika natuurlijk sowieso een hele grote markt is. Met een, wat ons betreft, innovatieve cultuur. En ook het idee dat als we daar... En er zitten natuurlijk heel veel grote bedrijven. Dat is voor ons natuurlijk ook heel relevant. Dus heel veel hoofdkantoren zitten in de US. Dus dat maakt het voor ons heel relevant om daar te zijn. En wij denken ook als we daar de organisatie goed hebben neergezet, dat het dan eenvoudiger is om van daaruit weer naar andere locaties te gaan. Wat is nou lastig van Amerika? Ik denk dat salarissen zo een stuk hoger zijn. Ik denk, we hebben ook experimenten gedaan in Engeland en Duitsland qua sales. Dat is natuurlijk fysiek dichterbij, dus dat maakt het al makkelijker. Ja. Alleen cultuur en taal is het toch, zeker met Duitsland, wel echt anders dan Nederland. Ik denk dat wat dat betreft het verschil tussen de US en Nederland minder groot is dan Duitsland en Nederland. Ja, wat het lastig maakt in de US, en dan helpt het weer om zijn US-investeerder te hebben, is inderdaad dat de schaal waarop je opereert. Dus New York is we zitten dan in New York. Ja, het is een dure stad. Mensen kosten daar meer. Het is natuurlijk een heel groot land. Systemen worden daar professioneler vaak opgezet dan hier. Dus de investeringen zijn ook een stuk groter om daar iets te doen dan wanneer je hier in eerste instantie begint. Ik wil tot slot nog even hebben over artificial intelligence. En dat die zelflerende machines, die waar jullie waarschijnlijk ook gebruik van maken, die op basis van zo'n zelflerende systemen uiteindelijk gaan bepalen of een recruitment iemand in het bakje goed of afgewezen terechtkomt. Ja. Er was een tijdje terug een verhaal van Amazon. Die had ook een pilot gedraaid met mensen door mensen geautomatiseerd aan te nemen of af te wijzen. Nou, een beetje zoiets. En het probleem was, de data die er was ingevoerd, waarop het systeem beslissingen moest nemen, dat bleken vooral mannen te zijn. Ergo, vrouwen die gingen solliciteren werden door het systeem niet herkend en werden al gelijk zo in het bakje afgewezen. Het was toch erger als je in je cv woorden gebruikte die op vrouwelijk duiden. Mm-hmm. Dus als je aangaf met sport dat je vrouwenvoetbal hebt gedaan. Ja. Dus alles wat feminine werd, dat was inderdaad, dat werd als negatief geassocieerd. En dat maakte de kans groter dat je afgewezen werd. Ze zijn erachter gekomen. Ja. Ze zijn ook transparant in geweest blijkbaar. Ja, super. Heel sterk dat ze dat gedaan hebben. Dat ook onder kunnen schrijven. Ja. Wel een gevaar natuurlijk. Ja. Ik denk wanneer je gaat kijken naar specifieke domein van recruitment. Überhaupt, hè, als je naar lerende systemen hebt. Je hebt dus data waar je naar gaat kijken. Dus data op basis waarvan je een systeem besluiten laat nemen. En je hebt controledata. Dus je gaat op een gegeven moment toetsen of een besluit goed was of niet. Nou, als je een computer leert schaken is het best wel makkelijk. Hè. De regels zijn heel helder. De input zijn de stukken op het schaakbord. En de output is, heb je gewonnen of niet? Dus dat is best wel straightforward. In de case van Amazon, aan de voorkant hebben ze cv's erin gegooid, maar het systeem vrijgelaten om die cv's naar eigen inzicht te interpreteren.
Dus ze hebben het systeem niet gelimiteerd door bijvoorbeeld te zeggen, je mag alleen maar kijken naar de opleiding die genoten is, werkervaring, aantal jaren studie. Nou, je kan een aantal zaken benoemen waar een recruiter ook naar kijkt. Dus ze konden vrij door de tekst heen gaan browsen. Dat maakt het mogelijk voor een systeem om naar data te kijken waarvan wij als mensen eigenlijk vinden dat het niet wenselijk is. Maar ja, dat is die grote black box. Je weet het niet. Nou, er zijn wel meer voorbeelden in recruitment. Hè? Dat systemen op een gegeven moment naar Facebook-profielen gingen kijken of naar Twitter-profielen. Naar zaken waarvan wij eigenlijk vinden er zou niet naar gekeken moeten worden. Dat is probleem 1. Probleem 2 is die feedback loop. Had ik het net ook al even over. Hoe laat je het systeem nou weten of een besluit goed was of niet? Mm-hmm. Wat ons betreft gaat dat door te kijken of iemand het echt goed gedaan heeft op de werkvloer. Wat ze in het geval van Amazon er vaker doen, is kijken wat doet de recruiter. Maar als een recruiter bias heeft, als een recruiter discrimineert op leeftijd of op man-vrouw of op etniciteit, dan gaat die computer dat kopiëren. En als een systeem iets goed kan, is het menselijk gedrag kopiëren en veel efficiënter maken. Nou, dat is daar gebeurd. Er is dus gekeken naar data waar je niet naar zou moeten kijken. En er is getraind op basis van data die eigenlijk geen trainingsdata had moeten zijn. Nou, heel goed dat ze er transparant in zijn. En ja, dat zijn natuurlijk ook de learnings die je krijgt als je vooruitgang nastreeft. Laatste, voordat we afsluiten. Wat moeten we doen om dit in de toekomst te voorkomen met z'n allen? Controle houden. Zeker in werelden zoals recruitment, hè, maar ook in financiële dienstverlening waar je beoordeelt of iemand een hypotheek krijgt of niet. En dat doen wij, daar zijn wij zelf heel scherp in. Blijven monitoren wat het systeem doet. En daar weer controlealgoritmes overheen leggen. Die kijken of er bijvoorbeeld een balans in is tussen etnische minderheden in de sollicitantenbase en etnische minderheden in de mensen die aangenomen zijn. En zo stap voor stap leren terwijl je controle houdt. Barend, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. En jullie bedankt voor het kijken naar een gloednieuwe aflevering van 7D TV. Wil je meer gave ondernemersverhalen horen zoals deze? Schrijf je dan in voor onze social media kanalen en natuurlijk voor de nieuwsbrief. Voor nu, tot snel.